27 maart 2023. Goedemiddag lieve mensen, ik heb een leuke topdag heb ik gehad. En na mijn werk ben ik gelijk doorgegaan gegaan naar de kapper. Ja, en ik heb mijn haar weer mooi kort geknipt zoals je ziet. En ook een heel mooi kleurtje. Er is ongeveer zo'n stuk van mijn haren afgeknipt. Ja, ik ben er eigenlijk super blij mee. Dus ik kan er weer, weer voor een tijdje tegen. Ik ben er echt super blij mee. En ik ga nu mijn tas uitpakken. Dat is mijn broodtrommel. En dit is nog een fles drinken. Die kan ik dan strakjes opdrinken. Nou, dit is mijn snackbakje. En die ga ik nu naar de keuken brengen. En ik ga vanavond sperziebonen overschotel eten. Dat is ook wel heerlijk. Die had ik gisteren ook gegeten, zeg maar. Ja. En vanavond ga ik niks doen. Ja, of gewoon gezellig tv kijken. Dat is ook altijd wel leuk, na het eten. Ik kijk altijd naar RTL Boulevard, kijk naar Goede Tijden. En dat is ook altijd wel leuk om te kijken, zeg maar, die programma's. En de ramen had ik ook al, die had ik vanochtend ook opengezet. Voor frisse lucht. Maar ik had niet de gordijnen niet open gedaan. Dus dat was ik dan vergeten. Ja, ik zie dat nou een beetje zo de zon schijnt. Dus dat is dan wel makkelijk dat het dan niet te warm gaat worden in mijn slaapkamer. Ja. En de wc moet ik ook nog doen. Dat ga ik dan morgen schoonmaken. Geef deze vlog blauwe duimpjes omhoog. Abonneer op mijn kanaal. En laat ook een hele leuke reactie achter. En dan zeg ik tot de volgende vlog van mij. Houdoe. Powergirl. Groetjes. Dinsdag 28 maart 2023. Goedemorgen lieve mensen. Ik ga nu mijn... neem een appel mee vandaag. En een flesje drinken neem ik mee. En die ga ik dan straks op mee water vullen op het werk. Dat is het enigste dat ik dan... moet doen, ja. Sommige dingen zitten er al in. Ik hoef vandaag geen lunch mee te nemen, want iemand gaat vandaag koken op het werk. Dus dat is dan wel fijn. Dat ik dan geen lunch mee hoef te nemen. Ja, dat is wel handig. En de was had ik ook al aangezet. Op de korte was. Ja, dus de tas zit al dicht. Heb ik al dicht gedaan. Nou, de lamp gaat al aan. Nou, ik ga kijken hoeveel minuten dat de wasmachine nog moet. Even kijken. Die moet nog 30 minuten. Dus hopelijk is hij op tijd klaar als ik naar mijn werk ga. En de was van mijn broer die ga ik dan pas aanzetten als ik terug thuis kom. Ik ga nu de gordijnen open doen. Nou, dit is gordijn 1. Zo. Die is al open. Dan nog een gordijntje open doen. Ja. Ik zag dat het wel zonnig weer is. Maar dat wel gevroren zag ik. Want het gras was wel bevroren. Ik ga nu mijn bed opdekken. Zo. Nou. Die is ook weer mooi opgedekt. Ja, en ik ga straks weer naar mijn konijntjes toe. En dan ga ik ze jullie weer verzorgen. Het buitenhok moet dan weer schoongemaakt worden. De binnenren en de buitenren. Ja, en ik ging gisteren naar mijn konijnen toe. En ik zeg nog, wat ligt daar nou? Zag ik gewoon 3 eieren liggen. Ja, vorige week waren er 2 kippen bij mijn konijnenren aan het lopen. Ik zei, ja, weg jij, hier lopen mijn konijnen. Dus mijn konijnen keek me al zo raar uit, zo van, wat moeten wij met deze eieren eigenlijk? Dus de kip had gewoon in het konijnenhok 3 eieren neergelegd. Dus ik was er wel verbaasd over. Dus ja, ik zie het straks vanzelf wel of dat er vandaag weer 3 eieren liggen of niet. Ja, ik vind het eigenlijk wel grappig, komisch eigenlijk, wel apart. Ik had het nog nooit eerder gezien.
dan kip in een konijnenhok eieren kan leggen. Ja. Ik wens je een leuke, fijne dinsdag toe. Geef deze vlog blauwe duimpjes omhoog. Abonneer op mijn kanaal. En laat ook een hele leuke reactie achter. En dan zeg ik tot de volgende vlog van mij. Houdoe! Power Girl! Dankjewel voor het kijken. Abonneer op mijn... Laat ook een blauw duimpje omhoog achter. Abonneer op mijn kanaal. En laat ook een leuke reactie achter.